En tot zover de Nationale Stakingsdag. De twee ex-speurders die onderzoek voerden naar de bende van Nijvel blijven voorlopig nog in de cel. François A. en Philippe V. zijn gisteren voor de raadkamer in Charleroi verschenen. François A. tekende wel beroep aan tegen zijn verdere aanhouding. Daardoor moet hij nu binnen de 14 dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen. Philippe V., oud-speurder van de Dendermondse onderzoekscel Delta, heeft een week uitstel gevraagd. Hij komt volgende week opnieuw voor de raadkamer. Het parquet wil van beide mannen te weten komen waarom ze hebben aangestuurd om het kanaal Brussel-Charleroi een tweede keer te doorzoeken in 1986. In het water werden toen zakken met wapens en een kluis gevonden. Een tipgever zou hen getoond hebben waar ze moesten zoeken. En die tipgever was mogelijk lid van de bende van Nijvel.